Yo guys, Gletsch hier met vandaag een nieuwe video. En vandaag speel ik Counter-Strike Global Offensive Operation Hydra. En wat is Hydra? Operation Hydra is eigenlijk een tijdelijke DLC en die loopt tot september. Dus in de vakantie zult je alleen maar Operation Hydra video's krijgen. Van CSGO, nog andere video's natuurlijk, maar ja. Maar dat maakt niet uit, ik ga vandaag over hele leuke dingen praten. Ik ga gewoon een casual potje starten. Natuurlijk zijn we in een potje gejoined al bezig is, maar dat maakt niet zoveel uit. Ik heb hier gewoon even een 5-7 gepakt met 5-7. Een capillary. Oh ja, begint hier precies al een Call of Duty commentary te worden. Yo guys, Jarask hier. Vandaag spelen we met het wapen M429876 met de camo skin erop. Ja, elke keer als ik zo Jarask kijk, denk ik van what the fuck zit die te zeggen. Het is nu 3 tegen 8. Seems fair. Oh, voilà, dat is onder kill. Het is nu 6 tegen 2. Moet lukken. Maar nee, vandaag ga ik er eigenlijk over praten omdat ik er door ben of niet voor mijn rapport voor een A of een C-attest. Want ik heb een paar keer al mijn video's gezegd, denk ik dat het redelijk nipt ging. Dat het redelijk nipt ging zijn. Ik heb B9 gekocht, maar ik weet niet waarom. Maar ik had dus gezegd dat het redelijk nipt ging zijn. Het zal erop of eronder zijn. En het is erop. Ik heb een A-test zonder herexamens. Dus ik had nog nooit zo'n dik stress gekregen om mijn rapport af te halen. Maar ik heb effectief een A-test zonder herexamens. En een godlonde jury. Ik ben blij dat ik dat heb. Want dat is echt ongelooflijk. Die week dat ik moest wachten voor mijn rapport te krijgen. Dat was de meest stressvolste week ooit in mijn leven. Niet normaal, maar echt serieus. Normaal gezien heb ik zo nooit stress voor iets. Want niks boeit mij, maar deze keer wel. Oh, maar hoe scheef zit die? Oh, 1 held. Too good voor deze game. Als ik die nu allebei dood. Als ik die. Oh, ging ik zeggen. Als ik die allebei had gedood met 1 held. GG, well played, man. Ik ga nu mijn SSG skills laten zien. Maar ik had zelfs gewoon zoveel stress dat ik mij gewoon niet kon concentreren om video's te maken. CSGO fatsoenlijk spelen, dat lukte gewoon niet. De dag op voorhand, de week zelf wel, maar de dag op voorhand niet echt. Want ik zat echt gewoon de hele dag te trillen, dat is niet normaal. Ik kreeg zelfs gewoon niks binnen. Zoveel stress had ik. Dat was echt niet normaal. Dat was echt niet gezond. Maar ik ben er dood door. Dus eind goed, al goed zeker. Maar nee, hoe waren jullie examens? Hoe was... zijn jullie er door of niet? Dat is eigenlijk het enige wat boeit. Als je wat betere punten hebt, is er natuurlijk wel een ego boost. Bij mij was geen ego boost. Voor wiskunde wel. Door wiskunde had ik wel een ego boost gekregen. Maar voor de rest niet echt. Ik dacht echt dat ik zo dikke punten voor Frans ging hebben. 53. Ah, oké. Okay. Maar... Oh, dat zijn mijn scout skills. Hè. Hier is hij. Nu ga ik mijn AK skills showen. Allee, godver. Ik ben die shit hier aan het. Oh, nee, man. Ah, fuck. Shit. Maar nee, de eerste aflevering Operation Hydra gaan we gewoon verliezen. Dat is, ja, dat is super goed. Dat is geweldig. Dat is super. Kijk, hè. Ik hoop dat hij gaat pieken met een AAP en ik hem een dikke headshot geef. Ah, fuck je, fuck. Ja, godverdomme, de game is gedaan. De game is fucking gedaan. Het was een iets kortere video, ik spijt me ervoor, maar ik wil gewoon eens zien wat support is. Het is zo'n support C video en zo'n video van, hey, ik ben erdoor, snap je? Maar ik ga deze video van CSGO Operation Hydra wel afsluiten. Dus vond je deze video leuk, was het een blauw duimpje omhoog. Abonneer, is u de volgende keer. En de volgende keer meer CSGO Operation Hydra. En ik zeg, ciao.